Hallo, welkom bij de bespreking van opdracht 6 van het examen VWO 2022 tijdvak 3. Opdracht over violen, het is een typische opgave over trillingen en golven met een nadruk op golven. En als het met een muziekinstrument gaat, een viool dus, dan zal het vooral gaan over de staande golven. De opdracht begint met de weergave van een viool met wat onderdelen erbij. Belangrijk is dat van de viool een geluidsopname is genomen en hieronder staat een typisch UT-diagram. De toon met de kleinste frequentie is een grondtoon. Je ziet, het is geen sinusoïde, maar het is een weergave van allerlei tonen door elkaar heen. Dat is natuurlijk de grondtoon met meerdere boventonen en doorheen. De toon met de kleinste frequentie is dus de grondtoon. Dat betekent dus dat de toon met de grootste golflengte de grondtoon is. En daar gaat het hier over. Gevraagd wordt bepaalde frequentie van de grondtoon van deze snaar. En belangrijk is hier, noteer het in twee cijfers significant. Nou, zo'n opgave komt regelmatig voor bij een examen, dat er dus een UT-diagram wordt getoond en dat je daar de frequentie uit moet halen. Belangrijk is dat je dan uit het UT-diagram zoveel mogelijk trillingstijden aangeeft. Want dan maak je de relatieve fout zo klein mogelijk. Nou, ik heb hier twee trillingstijden, duidelijk van punt tot punt. En aflezen geeft dat die twee trillingstijden 0,0077 seconden is. Dus trillingstijd natuurlijk de helft ervan. En de frequentie is 1 gedeelte 2. En dan kom je op 2,6 keer 10 tot de macht 2 hertz in twee cijfers significant. Drie punten. Eén punt voor het bepalen van de trillingstijd, de periode. Marge is 0,1. Dat moet voldoende wezen. Gebruik van f is 1 gedeelte t is ook een standaard iets waar je dan een punt voor krijgt voor dit soort opgaven. En natuurlijk completeren inclusief de significantie. De meest rechter snaar is het E-snaar. Hij staat ook in de figuur aangegeven. En er ontstaat een staande transversale golf met knopen op de kam en op kielhoutje. Oftewel, aan weerskanten zit een knoop. Frequentie is 660 Hz. Dat is dus hier een gegeven. Wel, dan heb ik dus frequenties gegeven. En belangrijk is ook dat er een staande golf tussen twee knopen is. Oftewel, je hebt hier te maken met een situatie met twee vaste uiteinden. En dat betekent dus dat de lengte tussen die twee knopen gelijk is aan een halve golflengte. En gevraagd de voorplantingssnelheid van de golven in de E-snaar te berekenen. En dat doe je natuurlijk met de meest belangrijke formule voor trillingen en golven. V is lambda keer f. De frequentie was gegeven en de golflengte staat er. Lengte is 2 keer is de helft van de golflengte. Dus de golflengte is 2 keer de lengte. En je komt dan op een 0,664 meter. Het is nu een kwestie van invullen, uitrekenen. 425 meter per seconde als eindantwoord. Drie punten. Let op, één punt voor gebruik van V is F keer lambda. Wat ontzettend vaak aangegeven in het examen. Het zal ongetwijfeld ook in het volgende examen weer worden gevraagd. En je kunt er punten mee verdienen. Dan met de staande golf. Inzicht, het lambda is 2 keer de lengte. Let op, met een vast en los uiteinde zou dat natuurlijk 4 keer de lengte zijn. Maar in dit geval 2 keer de lengte. En tenslotte completeren van de berekening. Dan, voor de frequenties van de toon van de snaar geldt, en dan is deze uitdrukking, dat de frequentie van een boventoon is een gelijk aantal keren die van de grondtoon. Daar heb je vast wel een paar keer gebruik van gemaakt, maar deze formule, die staat niet in PINAS. Vandaar dus dat ze in dit examen deze formule weergeven, omdat je die waarschijnlijk straks weer nodig hebt. Met zoiets, als er een formule wordt gegeven, dan is eigenlijk standaard de eerste vraag van, leidt deze formule af? En hier staat nog specifiek bij, met behulp van formules uit een tabellenboek. Oftewel, je hebt
die formules uit de tabellenboek nodig. Nou, ik gebruik BINAS en daar staan voor een golf, een staande golf, gelden deze twee formules. Ik pak natuurlijk hier de formule voor een staande golf met twee vaste uiteinden, oftewel L is n keer een half lambda. Die heb ik dus uit BINAS gehaald uit het tabellenboek. En gevraagd wordt van oké, probeer nou te komen naar dit resultaat. Dat de frequentie is n keer en dan de grondfrequentie. Wel, nou, ik moet dus beginnen met F is. Nou, ook hier weer de meest belangrijke formule van trillinggolven. F is V gedeelte lambda. Lambda, die mag je niet in het resultaat hebben. Kijk, hier staat geen lambda in. Dus een lambda, die moet ik kwijt zien te raken. Nou, maak gebruik van deze formule. Ja, want hieruit kan ik halen dat lambda gelijk is aan 2L gedeeld door N. Dat vul ik in. En dan krijg ik dus V gedeeld door 2L gedeeld door N. Delende breuk is precies keer het omgekeerde. Dus dit is hetzelfde als V keer N gedeeld 2L. Nou, een beetje herschikken. De N, hè, die wou ik eigenlijk vooraan hebben. Dus dit wordt N keer V gedeeld 2L. En dan zie je dus dat dit al redelijk lijkt op de formule die ik wil hebben. Ja, het enige punt is, die V gedeeld 2L, is dat gelijk aan de frequentie van een grondtoon? Nou, de frequentie van een grondtoon is V gedeeld lambda en dan van de grondtoon natuurlijk. Hè. En inderdaad, de golflengte van de grondtoon bij twee staan, met twee vaste uiteinden is inderdaad twee keer de lengte. Die hebben ze net juist gebruikt. Kortom, dit klopt. En ik heb dus de formule bewezen. Weer drie punten. En één punt voor gebruik van de formule dus, oftewel het juiste opzoeken van de formule uit BINAS. Eén punt weer, nog een keer, gebruik van V is lambda keer F. En tenslotte completeren van de afleiding. Goed, naast de E-snaar, de A-snaar. En de frequentie van de A-snaar is lager dan die van de E-snaar. De verhouding van deze frequenties 2 staat tot 3. Dus stel je voor, de E-snaar heeft een frequentie van 300, dan is die van de A-snaar 200. En door deze manier van stemmen zeggen ze, zijn de frequenties die zowel bij een boventoon van de A-snaar als van de E-snaar horen. En de vraag is nu, geef twee van die frequenties met een toelichting. Dus niet alleen maar aangeven op dat en dat en dat. Nou, zo'n soort opgave, niet te moeilijk doen. Ja, deze formule, hè, die had je van tevoren gegeven, dus het is duidelijk dat je die hier gebruiken moet. En ik maak een tabelletje. Ja, de frequentie van E snaar, de grondtoon, die is gegeven. Dat was die 660 hertz. En de A snaar weet ik nu ook, want de verhouding is 2 staat tot 3. En de A snaar heeft een lagere frequentie, een lagere toon, dus een kleinere frequentie dan de E snaar. Dus de frequentie van A snaar is 2 derde keer die 660 en dan kom ik op 440 hertz. Nou, de eerste boventoon, dan maak ik gebruik dus van deze formule. Ja, de eerste boventoon, dat is dus 2 keer die 660 hertz. En de tweede boventoon is 3 keer 660, et cetera, et cetera. Voor de A-snaar kan ik iedere keer doen 2 derde keer die van de frequentie van de E-snaar, maar je mag daar ook gewoon doen 2 keer 440. In beide gevallen komt natuurlijk hetzelfde eruit. En ook die tabel vul ik eventjes aan. En je kunt meteen zien van, oh kijk, 1330 komt overeen en 2640 komt overeen met een boventoon van de E-snaar. Twee punten in ieder geval. Eén punt voor gebruik van de formule die je zo net had gedaan. En inzicht dus dat die verhouding van 2 staat op 3 gebruikt moet worden. En completeren van het antwoord. Nou, dat was het al. Het was niet een al te lange opdracht. Maar ja, had ook 6 opdrachten in dit examen in plaats van 5, wat normaal ook wel gebruikelijk is. Ik zou zeggen van succes verder en wellicht tot horens.